De studenten van groep 4 van de studierichting School Management van de Vanguard Community College hebben voor de module School en Maatschappij onderzoek gedaan over de samenlevingsgerichte school. Het onderzoek heeft geresulteerd in 7 nieuwe thema's. Die hebben zij gisteren gepresenteerd aan medestudenten, die ook leerkrachten zijn, en aan vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs. De studenten zijn de mening toegedaan dat bepaalde thema's een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan het Surinaams onderwijs. Hier ziet u hoe u een gezonde school kunt creëren. Bijvoorbeeld door thema's in te lassen van gezonde voeding. Dus u leert de kinderen wat gezonde en ongezonde voeding is. De leerlingen bewegen, er is een speeltuin aangelegd. Er worden sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Voorlichting over roken en alcohol kunt u geven op school. De leerlingen leren over hygiëne, huid, gebit en gehoor. Sociaal-emotionele ontwikkeling, dit is ook heel erg belangrijk. De manier hoe de leerlingen met elkaar omgaan, de manier hoe de leerkrachten met de leerlingen omgaan, is heel erg belangrijk om een veilige sfeer of een prettige sfeer te creëren binnen uw school. Verder, relaties en seksualiteit, hier zou u ook voorlichtingen kunnen geven. Fysieke veiligheid, hoe ziet de schoolomgeving eruit? Volgens Annelot Themen, docent School en Maatschappij, krijgen de studenten een project dat zij moeten uitwerken en onderzoeken. Themen en ook de aanwezigen zijn zeer tevreden over de gehouden presentatie van groep 4. En de projecten zijn eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat dat wat ze leren in de opleiding ook daadwerkelijk in de praktijk wordt geïmplementeerd. We doen dit voor het eerst zo, in deze setting, bij dit project. Het idee hierachter is dat ze moeten dit gaan implementeren. Dit was slechts het eerste deel van hun opdracht. En het vervolg van de opdracht binnen dit project is dat ze dus binnen hun school een van deze 7 onderwerpen uitkiezen in overleg met u. Dus in overleg met de schoolleiders, de collega's en de ouders. Vandaar dat ze die vraag ook stelden zo net van welke van die onderwerpen heeft binnen onze school nog aandacht nodig. Toch, ik ben ontzettend blij dat jullie aangeven, we doen het eigenlijk allemaal al. Maar zoals bij alles geldt, alles kan altijd beter. Toch, er zijn altijd punten waarop we kunnen verbeteren met elkaar. Zij krijgen bij ons die tools mee en de kennis mee. En ze moeten dus nu samen met jullie een onderwerp uitkiezen om te gaan implementeren in de school. Om te zorgen dat het nog beter gaat en nog duidelijker vorm krijgt binnen de school.